Het facilitair bedrijf rolt de groene loper uit voor 4.800 medewerkers van de Vlaamse overheid, die nu op verschillende locaties in Brussel werken. Zij verhuizen naar het Marie-Elisabeth Belpaire gebouw, het grootste circulair kantoorgebouw van ons land. Loop met ons mee en ontdek het van binnen en van buiten. De trap aan de ingang leidt je naar de centrale ontvangstbalie en de koffiebar. Meteen valt het vele groen op in de centrale binnenstraat. Zin in een broodje of lunch? Het aanbod is nergens groter. Maak gebruik van de vele andere faciliteiten. Auditoria, een ruime fietsenstalling met kleed- en droogkamers, een heuse sportzaal en grote fitness. We zoeken het nu hoger op en gaan naar het vergadercentrum op de derde en vijfde verdieping. Auditoria en vergaderzalen heb je hier in alle formaten. En ze zijn natuurlijk perfect uitgerust om ook hybride te vergaderen. Overal kan je werken, in je eigen toegewezen zone of in de gedeelde zones op elke verdieping. Ook in de koffiebar of in speciale zones zoals het Jonge Bos op de 17e verdieping. Zin om een frisse neus te halen? Ga dan naar het dakterras. Hier kan je genieten van een panoramisch uitzicht over Brussel. Vanop ons bijzondere gebouw, opgetrokken uit circulaire materialen. Dat energie-neutraal is en vlot kan worden aangepast aan nieuwe noden. Een gebouw dat klaar is voor nu en voor de toekomst. Kies jij ook voor circulariteit, unieke faciliteiten, FM-aanpak, innovatie, duurzame energie, integrale toegankelijkheid, hybride werken? Stem dan voor het facilitair bedrijf.